ik heb voor jullie voor vandaag weer een hele vette video. We gaan het namelijk hebben over 8 verschillende verstopplekken die je kan doen met Shadow Stones. Ja, de Shadow Stones zijn nog in de game, dus je kan ze nog doen. Dus ik dacht, ik moet nog even snel een video over jullie maken over deze verstopplekken. Als je dit nu al tof vindt, drop even die like. Dan heb ik nog een paar mededelingen. Het eerste is, wij zijn aankomende zondag 11 november zijn wij te vinden in het Kommuseum in Den Haag. Je kan naar ons ontmoeten en we geven daar een soort van masterclass. We gaan daar een superleuk iets van maken. Check eventjes het eerste linkje in de beschrijving. Daar kan je kaartjes kopen voor het Kom evenement. Superleuk. Als je in Den Haag woont, ga eens even checken. Het wordt een heel erg leuke dag. Daarnaast hebben we nieuwe merchandise gelanceerd. Deze Lama 240 t-shirts, sweaters, hoodies. Zelfs een Lama knuffel. Een Lama 240 telefoonhoesje. We hebben echt van alles. Ga even shoppen te veel.nl checken of het tweede linkje in de beschrijving. Dan ben je helemaal up-to-date. Nou, laten we dan maar gewoon eens gaan beginnen met deze video. Ik heb namelijk een paar hele vette dingen voor jullie. Het allereerste wat ik voor jullie heb is dus deze verstopplek bij Cargo. Wij noemen het altijd Cargo, maar het is hier zo rechts onder Tomato Temple. Hier ten noorden daarvan kan je namelijk springen tussen deze, deze containers. Ik ga het hier dan ook voordoen. Ik spring hier omhoog en dan moet je er doorheen dashen. En als het goed is, zit jij er dan ook echt tussen. Precies hier. Je ziet ook dat ik hier dan tussen zit en je kan, als je een wapen hebt, heel erg tof hier tussendoor schieten. Kan je precies deze chest beschieten. Is een hele leuke, toffe plek. Niemand zal jou hier verwachten, want het is echt een hele sneaky plek. Het is gewoon een mooie plek om jezelf te begeven. Ook voor hide and seek is hier heel erg tof. Ja, deze plek kan je heel makkelijk komen door gewoon hier zo je Shadowstone te halen bij Wailing Woods. Loop je deze kant op en dan dash je hier vrij simpel tussendoor. Dat was de eerste plek. Laten we doorgaan naar de tweede. Alright, we zijn bij plek 2 aangekomen. Plek 2 is op deze locatie. Linksboven bij Paradise Palms heb je een kapotte brug zitten. En daar heb je een hele vette hiding spot. Die je ook gewoon in-game kan gebruiken. Wat je moet doen is hier bij Retail Row eventjes een Shadowstone oppakken. Dan ga je helemaal naar het zuiden toe. Dan kom je op deze locatie aan. En dan kan je hier onder de trap kan je er doorheen dashen. Het gaat een beetje fout bij mij zodra ik uit de Shadow State ga. Want op een of andere manier breekt dit. Oh, breekt het nou niet? Wow. Huh? Dat is raar. Normaal in de echte game breekt het kapot. Maar hier gaat het dus blijkbaar goed. Je kan er dus achter zitten. Hele vette locatie. Ik heb hier verder ook niet zoveel over te vertellen. Laten we doorgaan naar de derde locatie. Zijn we aangekomen bij Paradise Palms. En bij Paradise Palms heb je ook een hele vette hiding spot. Die misschien sommige van jullie al wel zullen kennen. Maar nog niet op deze manier. Wat je dus moet doen is weer bij onder Retail Rome moet je even een Shadowstone pakken. Het is een aardige eentje. Moet je dan lopen. Dus ik adviseer om iets van een jump pad te plaatsen daar. En dan hier naartoe te springen. Als je naartoe springt, kom je helemaal omhoog. Kan je hier op het dak zo te komen. Je ziet mij ook vanaf heel hoog komen. Dan kan je hier zo er doorheen dashen. En dan zit je hier bij deze chestpan. Deze chestpan kennen jullie waarschijnlijk al wel. Maar hier kan je dus heel mooi hiden. Ook omdat er dus helemaal niks kapot gemaakt is. Ik denk dat heel weinig mensen je hier zullen verwachten. Je hebt hier dus ook die chest wat super fijn is. En je kan hier heel makkelijk weer naar beneden gaan. Als het goed is, doe ik dat ook zo voor. Je kan hier namelijk gewoon naar beneden hakken. En dat ga ik denk ik nu doen. Nee, ik doe het niet. Hallo Dion. Ja, je hebt hier verder niet zoveel te doen. Je kan dus hier naar beneden hakken. Dat doe ik dus nu ook. En dan val je dus zo naar beneden. Moet je jezelf wel opvangen. Anders val je dood. Kan je zo naar beneden vallen. Edit je jezelf zo naar beneden. En dan ben je op de grond. Hele mooie locatie. Laten we doorgaan naar nummertje 4 inmiddels alweer. En we zijn aangekomen bij Lucky Landing. Bij Lucky Landing heb je een hele leuke hiding spot. Die niet heel veel erg veel mensen kennen. Het is dus op deze locatie rechtsboven Lucky Landing bij de tempel. En wat je dan moet doen is hier boven bij Fatal Fields eventjes een Shadowstone pakken. Ook hier adviseer ik om eventjes iets van een jump pad te plaatsen, zodat je heel makkelijk op deze locatie komt. Dan glijd je deze kant op en dan heb je hier een trap zitten, hier zo. En dan kan je onderdashen aan deze kant. En dan zit je dus hieronder. Dit is een hiding spot waar niemand jou snel zal vinden. Je kan hier verder natuurlijk niet heel erg veel doen. Je kan hier niet mensen doodmaken of zo. Maar het enige wat je echt goed kan is verstoppen voor bijvoorbeeld een verstopplek. Ik vind het een hele
beneden. Maar dan ook echt een hele vette locatie. Ik ga hier ook uitbouwen. Dan heb je hier meteen een chest die je, waarbij je mensen dus neer kan schieten. Dus stel je, hij zit hier in een chest en je hoort dat iemand hem wil openen. Je hoort dat hij geopend wordt. Dan kan je heel snel dit kapot slaan en dan kan je hem doodschieten. Op die manier heb je misschien toch nog wat aan deze hiding spot. Hele vette plek. Laten we doorgaan naar de volgende. En dan zijn we aangekomen bij Dusty Diner. Bij Dusty Diner heb je een hele vette hiding spot. Ik ben namelijk hier ten zuiden van het hoofdgebouw van Dusty Diner. Hier is het hoofdgebouw en ik ben een beetje ten zuiden van. Hier heb je namelijk een ingang waar je heel erg mooi kan hiden. Wat je moet doen is hier links gewoon van Dusty Diner een Shadowstone pakken. Dan vlieg je deze kant op. Dus dat kan je gewoon heel makkelijk doen via zo'n jump dingetje. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar dan kan je hier bovenop komen op dus de ingang. En hier, als jij hier op dit puntje hier staat, kan jij hier doorheen dashen. En dat doe ik hier dan ook. Moet je perfect staan en dan dash je naar beneden en dan sta je hier zo tussen. Ik probeer eventjes wat minder snel te gaan. Dan kan je hier dus achter staan en hier verwacht niemand je. En wat het leuke is, als je springt, kan je mensen relatief accuraat neerschieten hier doorheen. En niemand verwacht je. Enige nadeel is dat je voeten dood en kapot geschoten kunnen worden. Maar ik zal het straks voordoen. Je kan met 2 hits kan je hier uit, want die deur is niet heel erg sterk. Volgens mij ga ik het zo voordoen. Oh, ik word beschoten door mezelf. Als je dus hier uit wil, sla je 2 keer op die deur. En 1, 2, boom, en je bent eruit. En je kan zo weer wegkomen. Ik vind het een hele leuke hiding spot. Niet alleen voor hiding, maar ook gewoon voor in-game. Want je kan op deze manier heel makkelijk mensen spotten en mensen neerschieten. Laten we dan doorgaan naar de volgende hiding spot. Let's go. We zijn wel weer aangekomen bij Dusty Diner. Of in ieder geval bij Dusty Diner kunnen we dit noemen, toch? Dusty Diner, dat was net Dusty Devo. Volgens mij noem ik dat ook per ongeluk Dusty Diner. Maakt ook niet uit. Hier heb je naast natuurlijk onze merch store. Laten we eens even naar onze merch store gaan. Hier zo. Oh, Dusty Diner. Die zit hier. Even dat jullie het weten. De TVG merch store in-game. Maar nee, daar zijn we dus niet voor. We zijn hier voor een hiding spot natuurlijk. En de hiding spot die zit hier op deze locatie. Je moet natuurlijk weer gewoon hier bij Dusty Divot. Of Dusty, links van Dusty Divot. Divo, hoe je het ook wil noemen. Kan je natuurlijk een Shadowstone pakken. Je kan hem ook hierboven pakken. Is volgens mij ietsje verder weg. Maar zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Dan ga je hier bij het middelste gebouw naar binnen. En dan kan je hier door deze muur heen dashen. Ik doe het hiervoor. En ting. En als je dat gedaan hebt, zit je hier tussen deze muur. Deze hebben we al een keer laten zien. Door dit weg te hakken hier zo, kan je hier ook komen. Hier kan je verder niet heel erg veel. Je hebt hier alleen die chest zitten. Maar zoals je ziet, alles beweegt en wiebelt heel erg. Waardoor je wel makkelijk gespot gaat worden op deze manier. Zo te zien ben ik nog een Shadow State. Dat is een beetje apart, want normaal gesproken kan je geen wapen houden in een Shadow State. Maar dat zal wel een bug zijn van replay mode. Maar deze locatie is heel erg tof. Zoals ik net al zei, als je deze muur wegslaat, kom je dus bij de chest uit. Wat natuurlijk heel erg tof is. Hier sla ik de chest weg, omdat ik er toch niks mee ga doen. Maar ja, hele vette locatie. Laten we doorgaan naar volgens mij al de ene laatste locatie die ik voor jullie heb. Alright jongens, daar waren we aangekomen bij de laatste 2. Helaas werkte mijn replay mode niet meer, wat heel erg raar is. Mijn game crashte gewoon als ik op een bepaald punt zou komen. Dus ja, ik kon er ook niks meer aan doen. Maar dat betekent niet dat we deze video niet af kunnen maken. We gaan het gewoon live doen. Dat leek me wel een leuk idee, omdat wij de laatste 2 eens eventjes doen. Nou, de laatste is dus hier. Oh shit, ik pak nu al mijn Shadowstone, dat moet ik niet doen. Die is niet hier, maar die is hier bij Snobby Shorts, bij het eerste gebouw. Je moet dus hier je Shadowstone pakken. Dat gaan we ook zeker weten even doen. Mijn tip is weer, plaats eventjes iets van een jump pad of zo, zoals ik hier heb gedaan. Waarom? Dan ben je gewoon een heel stuk sneller. Want je hebt ook dat momentum als je op de grond komt. En je komt gewoon een stuk verder als dan dat je die dingen pakt daar. Kijk, nu heb je momentum. Als je dan gelijk springt, dan kom je opeens heel erg ver. Oh, dan moet je niet tegen de boom aankomen, want dan ben je de lul. Dan gaan we hier naar beneden. Dan zie je hier dit gebouw. Daar kan je gewoon niet overheen springen. Want ja, je hebt natuurlijk die enorme jump boost. Dan kan je hierop. Oh, ja, Dion. Ja, dit is de reden waarom ik eigenlijk altijd alles eerst in replay mode deed. Want dan kan ik dit soort dingen er makkelijker uit krijgen. Dan kom je hier een beetje aan de onderkant van het gebouw. Hier kan je makkelijk doorheen. Dus je boom. En je bent hier in een geheime plek op een hele mooie locatie. Hier kan je dus gewoon weer dit weg doen, laten we zeggen. Je Shadow State. En dan kan je dit weghakken. En dat is het hele toffe aan deze hiding spot. Dan heb je hier gewoon de kast waar je achter kan verschuilen. Niemand merkt dit. Want ja, niemand, die kast staat ervoor. Niemand merkt dat dit dan een open ruimte is. Of geheime ruimte. Je kan hier gewoon mensen neerschieten zo. Je kan gewoon letterlijk zo bam 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 mensen van de trap afschieten. Een hele toffe locatie als je het mij vraagt.
Laten we doorgaan naar de laatste locatie. En we zijn weer terug bij deze Shadowstone locatie. Of Rune locatie, hoe je het ook wil noemen. Het is natuurlijk weer links onder Pleasant Park. Maar nu gaan we dus naar de Villain Base toe. Pakken we weer Shadowstone. Gebruik er volgens weer deze jump pad. En dan gaan we hier de berg op. Dit is wat lastiger, omdat je het beste dus omhoog kan dashen zometeen. Zal ik je ook laten zien wat ik daarmee bedoel. Hier op deze plek kan je het best omhoog springen zo. Dan ga je gewoon je linkermuisknop spammen om dus omhoog te dashen. Dan kom je hier bovenop, spring je hier zo overheen. Ja, natuurlijk. En dan jump je direct het gat in. Want ja, je hebt toch geen fall damage. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dan ga je hier op deze plek staan. Hier heb je namelijk een trap. En hier kan je onderkomen door hier groot doorheen te dashen. Kan je dit uitdoen. En vervolgens sta je dus op een hele mooie plek waar je mooi kan hiden. Je hebt hier ook nog een soort van hiding spot. Ik weet niet of je daar kan komen. Maar deze is toch wel een stukje mooier, lijkt mij. Je kan hier verder niet heel erg veel doen. Behalve dus extreem goed hiden. En als je het dan ook weghaalt, dan ben je ook meteen weer gevonden. Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om dit zo te doen. Maar dat zien mensen toch aardig snel dat dit geplaatst is. Jongens, dit was dan ook de video. Ik hoop dat jullie deze video heel erg tof vonden. Ik vond het in ieder geval heel erg tof dat je hebt gekeken. Als jij dit vaker wil zien, drop dan sowieso even een like. Als we de 5000 likes halen, zal ik zeer binnenkort weer zo'n video maken. Want ik vind dit soort video's heel erg tof voor jullie om te maken. Ik weet niet of ik nog een Shadowstone Hiding Spot video kan gaan maken. Aangezien er die Shadowstones natuurlijk aan het einde van dit seizoen al wel weer weg zullen zijn. En ik wil toch wat video's maken die je wat langer kan gaan bekijken. Dus jongens, abonneer sowieso even veel graag. Check eventjes het eerste twee links in de beschrijving. Het eerste linkje is voor het Kommuseum in Den Haag. Die op aankomende zondag is onze meeting. En dan het tweede linkje is onze merchandise. Waar je dus onze Lama 40 merchandise en zo kan vinden. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, like op deze video. En klik op de video's hieronder. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer en peace out.